Mijn naam is Aline Krotje en we zijn nu bij het Grafisch Proeflokaal in Orvelte. Het Grafisch Proeflokaal in Orvelte is een atelierwerkplaats op het gebied van grafiek en fotografie. Wij geven hier workshops en cursussen voor particulieren, scholen en bedrijven. En alles op het gebied van grafiek. Zo hebben we onlangs een grote cursus zeefdruk gegeven. Dat was voor een community art project. Dus we mogen de kunstenaars zeker niet vergeten in onze groepen. En dat community art project, dat was het project Thuistaal. Dat heeft gehangen in Assen en daar hebben mensen gewerkt hier met zeefdruk en daar hun thuistaal in vertaald. In september is de heer Tichelaar geweest, commissaris van de Koningin, voor de heropening van het Grafisch Proeflokaal. En daarvoor is een bijzondere prent ontwikkeld door Aldrik Salvedra, de kunstenaar. En die is opgebouwd in vier lagen en die vier lagen hadden alle vier hun eigen techniek. En met deze print wilden we en een mooie print maken van Harry Musquet, onlangs overleden, toen gelukkig nog in levende lijve. En we wilden ook graag de mogelijkheden laten zien die de verschillende technieken bieden. En daar heb je bij de oude technieken en de nieuwe technieken. En daar hebben we een combinatie in willen maken. We zijn begonnen met de nieuwe techniek, dat is het printen gewoon van de achtergrond, daarna zijn we naar de steendruk gegaan en daarna zijn we naar de hoogdruk gegaan, zijn de letters gezet en daarna naar de ets. En dat was de finishing touch en daarmee was de print van Harry Musquet een voldongen feit. De print is geschonken aan en het Harry Musquet Museum en aan Harry Musquet zelf. Zoals gezegd, we werken hier met machines. Zoals de etsdrukpers en een enorme grote sneldruk steenpers. Maar die is helemaal in restauratie. En we hopen die binnen anderhalf jaar weer helemaal bedrijfsklaar te hebben. En verder wordt hier ook met steendruk gewerkt. En met hoogdruk natuurlijk. Ook hebben wij hier, dat vind ik zelf wel heel bijzonder, nog een analoge doka volledig. Maar niet alleen analoog, ook digitaal zijn wij hier aan het werk. En ja, dus eigenlijk alle mogelijkheden van grafiek, maar dan ja, voor de kunstenaar, de ontwerper en de professional, de liefhebber. Nou, dat is een beetje wat we hier doen.